Hoi, hier is Heidi van den Berg. Ik ben lactatiekundige en vandaag doen we weer een Q&A. We hebben het eerder gedaan, was weer erg leuk, veel vragen gekregen, dus we hopen dat er vandaag ook weer veel vragen binnen gaan komen. Instagram is er vandaag ook bij, dus wie weet hoeveel volgers daar gaan reageren. Ik zal eerst mezelf even voorstellen voor degene die helemaal niet weet wie ik ben. Ik ben een lactatiekundige en ik werk bij Kraamzorg VDA. En ik kan altijd gebeld worden voor vragen op het gebied van borstvoeding. Ook kan ik je meekijken met een borstvoeding zelf. Dat we echt een consult doen als je tegen problemen aanloopt. En ik doe dus ook deze dingen om zoveel mogelijk informatie te verstrekken. Nou, om te beginnen zal ik eerst even vertellen iets leuks over corona. Ik denk dat we daar misschien wel aan toe zijn met z'n allen. En wat we zien is dat het borstvoedingscijfer dus omhoog gegaan is in de coronatijd. Nou, hoe komt dat? En dat is eigenlijk misschien wel een inkoppertje, maar er is gewoon veel meer tijd om borstvoeding te geven. Dus veel meer tijd en rust in de kraamtijd al, dus echt in de dagen na de geboorte. Het is natuurlijk heel erg jammer dat er geen bezoek mag komen. Maar daartegenover staat dat je dus wel veel meer tijd voor je baby hebt en om een goede start te maken samen. En we zien dat het borstvoeding geven daar dus veel makkelijker door wordt. De meeste ouders die ik spreek, die geven ook duidelijk aan van nou, als we een tweede kindje krijgen en het is geen corona, dan gaan we het toch op dezelfde manier doen. Want het bevalt zo goed om zoveel rust om je heen te hebben. Dus neem dat als tip met je mee, zou ik zeggen. Aan de telefoon, ik ben telefonisch bereikbaar. En daar merk ik een ander probleem wat de laatste tijd vaak opkomt. En dat is toch overproductie. Dus ik denk, nou, dan is het wel leuk om het daar ook eventjes over te hebben. Want normaal gesproken is borstvoeding natuurlijk een vraag- en aanbodsysteem. Dus de baby heeft vraag. Die wil drinken en die zorgt ervoor dat de borstvoeding gestimuleerd wordt en op gang komt. En dan wordt er precies zoveel melk gemaakt als voor de baby nodig is. Dus als je de vraag van de baby volgt, dan is het aanbod altijd kloppend daarbij. En wat ik nu dus best wel vaak telefoontjes krijg, is die overproductie. En dan denk ik bij mezelf, nou, zou dat met al die tijd te maken hebben? Dat we toch veel vaker aanleggen en dat er zoveel beter op gang komt dan wanneer we minder tijd hebben. Dat zou kunnen. Maar wat kun je eraan doen als je last hebt van overproductie? Want wat is vervelend daaraan, hè? Veel melk voelt natuurlijk wel heel luxe aan, want je hebt gewoon genoeg voor de baby, hoef je daar niet over te twijfelen. Maar het vervelende is dat het dan soms wel heel veel melk is en dat de baby het misschien niet bijhoudt met slikken of via de neus weer terugkomt. Nou, dat is natuurlijk niet zo prettig. Ja, wat kan je daaraan doen? Dat is samen met de kraamzorg ook kijken van misschien een keertje afkolven. Want als ze na de voeding, als de baby gedronken heeft en de borst voelt eigenlijk nog niet soepel en leeg aan, dan is dat ook niet zo prettig. Dus dan zou je een keertje kunnen nakolven. En dat zou je dan één keer op een dag kunnen doen. Zodat de rest van de voedingen daardoor ook beter dat vraag en aanbod tot stand kan komen. Dus dat is eigenlijk de meest logische eerste stap die je doet. Zeker als je in de ochtend, sorry, als je in de ochtend wakker wordt met een hele volle borsten, waar heel veel voeding in zit, en de baby is helemaal klaar met drinken, maar jouw borst zit nog steeds veel in, dan is het logisch om dan de rest er even uit te kolven, zodat de voeding daarna je met een relatief legere borst begint en de baby weer goed leeg kan drinken en dat je borst soepel blijft aanvoelen. Dus dat is een mooie stap die je daarin kan doen. En hoe ouder het kindje wordt, hoe minder last je van overproductie hebt. Want dan raakt steeds beter dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Nou, dus dat was een leuke. Ik zie nog geen vragen binnenkomen. Eerst vragen aan mijn collega die hier zit of zij vragen gezien heeft. Nee, we hebben wel leuke kijkers. Dus ja, nodig ze ook uit inderdaad van, hebben jullie vragen? Of je nou kraamverzorgende bent, of zwanger bent, of net een baby hebt, stel al je vragen. Ja, precies. Dus, want daar werk je toch het meeste op. Als er weinig vragen komen, zal het een korte sessie gaan worden. En heb je veel vragen, dan blijven we wat langer in de lucht. Dus we wachten het eventjes af wat jullie hebben. Nou, wat kan ik nog meer vertellen? Waar veel vragen meestal wel over zijn, is een ontsteking. Pas ik wel bij de overproductie, waar ik het net over had.
Als je dus niets met zo'n overproductie doet en er zit te veel melk in, dan kan het ook op gaan hopen en dan kan het een ontsteking gaan worden. Dus daarom is het ook belangrijk om goed die borsten leeg te halen om de overtollige melk weg te kolven. Dat is het beste wat je kan doen. En verder gewoon even checken als je in de douche staat. Even voelen van, heb ik wat harde knobbeltjes in mijn borst zitten? Meteen een warme stralen opzetten en beginnen masseren. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Bianca van Gestel vraagt of blokvoeden dan geen optie is. Ja, blokvoeden is ook een mooie, hè? Wat is dat? Een goede term. Blokvoeden is dat je een bepaalde periode lang één borst gaat geven. Dat je bijvoorbeeld 4 uur lang de linkerborst geeft. Dan doe je het volledig op vraag. Dus elke keer als de baby komt drinken, leg je meteen aan. Maar wel elke keer de linkerborst. Zodat die echt heel goed leeggedronken wordt. En de baby kan ook rustiger drinken, omdat die toeschietreflexen relatief wat minder zijn. En dan na die 4 uur wissel je naar de rechterborst. En dan ga je nog steeds op vraag door. Maar dan leg je telkens de rechterborst aan. En zo breng je wat meer rust in het schema. Dus dat kan ook een goede aanpak zijn van de overproductie. Maar dat is iets wat je wat later gaat doen. Dus in de kraamtijd begin je nog niet zo snel met blokvoeden. Dan ga je eerst proberen om één keer weg te kolven. Maar ben je na de kraamtijd, dan kan de blokvoeden echt een hele goede oplossing zijn. Ja, leuke toevoeging. Goeie vraag, Bianca. Dankjewel. Je hebt trouwens een verzoek ingediend om in de uitzending te komen, Bianca. Is dat een vergissing of wil je er even in komen? Dat kan ook. Dan klik ik op oké. Okay. Laat heel even weten, want ik heb zo'n vermoeden dat het een vergissing was. Mm-hmm. Nou, ik zie er ook al vragen binnenkomen. Dan kon ik ze aanklikken, dacht ik. Ja, ik zie je een screen? Een oogje? Nee, ik zie geen oogje. Oh. Wel show? Ja, die. Daar zal ik eens op klikken. Ja, kijk. Betekent het iets als mijn baby af en toe groene poep heeft? Nou, dat kan iets betekenen. Daar lees je op internet ook heel veel over. Maar dat hoeft niet. Dus dat ligt er een beetje aan hoe groen het is. Wat voor soort kleur groen het is. En hoe vaak het is. Dus als het echt heel gifgroen is en schuimig is, dan is het niet goed. Dan kan het wel zijn dat er te weinig voeding gegeven wordt. Dat ziet er ook niet prettig uit. Dus daar heb ik wel meteen een gevoel bij dat je denkt, deze poep, daar is iets mee. Is het heel donkergroen? Ja, dat kan voorkomen. Dat is op zich ook niet zo erg. Kan ook zijn dat je veel groene groentes gegeten heeft. Daardoor kan de poep soms ook op die manier groen kleuren. En dat is dus, maakt niet uit. In het begin, in de kraamperiode, zal je ook eventjes gewoon groene poep hebben. Want dat is gewoon de overgangsontlasting. Van echte meconiumluiers naar groene poep. Naar gele laaiers. Dus dat is een hele normale overgang. Maar heb je later mooie gele ontlasting en zit er af en toe een keer groene poep bij, dat maakt niet uit. Is het de hele dag door groen en zijn er bijvoorbeeld heel veel laaiers, dan zou het ook een allergie kunnen zijn. Dus als het baby maar blijft poepen en poepen en poepen en het is allemaal heel groen en het ruikt ook echt wel onprettig. Nou ruikt poep natuurlijk nooit heel prettig, maar echte borstvoedingsontlasting, dat valt wel mee, hè? Is ook nog een beetje zoetig. Maar is het echt groen en ruikt het niet fijn, dan zou je aan een allergie kunnen denken. Dus dat zijn een beetje de mogelijkheden met groene poep. Maar af en toe een keertje groen, dat hoort er ook bij. Dat is gewoon normaal. Ja? Laat me weten of je nog vragen hierover hebt. Ik ga nu de volgende pakken. Is het verstandig om al voor de bevalling een borstkolf te kopen? Of even aanzien? Ja, ik raad er altijd aan om nog even af te wachten. Want het is best wel moeilijk en persoonlijk om een keuze te maken tussen alle kolven. Het is wel heel verstandig om tijdens je zwangerschap al rond te kijken. Nou, welke kolven zijn er allemaal? Welke merken zijn er allemaal? Waar heb ik een voorkeur voor? Wat lijkt me het allerfijnste om te kopen? Zodat je eigenlijk een beetje vooronderzoek gedaan hebt. En dan na de bevalling om pas echt een kolf te gaan kopen. Nou, waarom is dat advies? Omdat je een beetje moet weten wat voor productie je hebt. Er zijn vrouwen die best wel een stimulans nodig hebben om genoeg voeding te kunnen hebben. En dan toch eerder in een dubbelzijdige elektrische kolf moeten gaan denken. Er zijn ook vrouwen die heel veel melk hebben en een heel sterk toeschietreflex hebben. En die eigenlijk heel makkelijk met een handkolfje of een lichtkolfje al makkelijk een hele fles vol kunnen kolven. Dus daarom is het een beetje afwachten van hoe is jouw productie, om dan uiteindelijk te beslissen welke kolf je nodig hebt. Want het is jammer als je eigenlijk een te licht kolfje hebt,
gekocht en dan een zwaardere moet gaan kopen. Nou, en in de kraamtijd zelf, als je dan een kolf nodig hebt, dan is het heel snel geregeld. Hè? En dan kolven toch het allerliefste met de huurkolf, want dat is de beste kolf om de voeding op te starten. En dan is het handig om die dan snel te huren. In het ziekenhuis staat er altijd de kolf, dus dan is het altijd al voorhanden. En als je thuis bent, is het heel snel opgehaald bij een thuiszorgorganisatie. Dus ook daarvoor is het niet nodig per se om een kolf in huis te hebben. Maar kijk, als jij zegt van nou, ik voel me gewoon het allerprettigst als ik goed voorbereid ben en alles in huis heb. Ja, natuurlijk mag je dan een kolf kopen tijdens de zwangerschap. En dan staat alles al helemaal klaar. En dan is het aan te raden, als je twijfelt tussen enkelzijdig of dubbelzijdig, om dan wel voor de dubbelzijdige te gaan. Want een dubbelzijdige kun je ook altijd enkelzijdig gebruiken. En over kolven, ook nog een goede tip. Kijk even in je zorgverzekering. Want er zijn zorgverzekeraars die ook een vergoeding geven voor een kolf. De aankoop van een kolf, het huren van een kolf, dat is per verzekeraar een beetje anders. Maar kijk even terug in je polis hoe dat bij jou geregeld is. Even kijken. Nou, heb ik nog een vraag. Laura, kun je je tepels voorbereiden op de borstvoedingstijd die eraan zit te komen? Ja, daar lees je heel veel over. Vroeger gaven daar heel veel tips op. Hè. Je moest in de zon gaan zitten met een harde handdoek of met een tandenworstel. Je tepels harden, citroen erop uitknijpen, dat is van alles. Maar we weten nu dat je niets hoeft te doen. En je lichaam zorgt daar al voor. De hele borsten hebben een betere doorbloeding, de tepels zelf ook. Op de tepelhof zitten de kliertjes van Montgomery, die geven een secretie af. Die zorgt ervoor dat de tepel niet uit gaat drogen. En dat is gewoon heel prettig. Dat is je zalfje ter voorbereiding al. En dat is het. Dus meer hoef je niet te doen. Je hebt wel ingetrokken tepels soms, hè, dat de tepels niet mooi naar buiten staat, maar wat meer naar binnen gevouwen zit. Daarbij kan je soms wel wat oefeningen doen, wat qua massage, om de tepel wat meer naar buiten te krijgen. Over het algemeen heb je dus niets te doen. Victoria stelde een vraag op Instagram. Mijn dochtertje weigert kunstvoeding, waardoor ik nu al bijna anderhalf jaar borstvoeding geef. Wat zijn alternatieven die ik haar kan bieden en hoeveel is nog nodig? Goeie vraag, dankjewel Victoria. Ja, precies. En zeker met anderhalf, hè, dan heb je wel voor het mogelijkheden om te gaan kijken. Want dan heb je geen kunstvoeding meer nodig. Vanaf 1 jaar mogen baby's ook gewoon koemelk drinken. En we weten dat ze, en andere producten, groente, water, mag ook allemaal gegeven worden. Ze eten natuurlijk ook, hè, dus soep en fruit, zit ook veel vocht in. Dus je hebt zoveel meer mogelijkheden om naar te kijken. Wat ze nodig hebben aan melk vanaf 1 jaar is 300 milliliter. En daar zit je dus nog in. Dus als het 300 milliliter melk per dag is, dan is het goed. Yoghurt telt daar ook in. Een papje aanmaken met melk telt daar ook in. Dus dan kun je het op die manier mooi gaan vervangen. Heb je natuurlijk wel de voorwaarden dat je goed van een lepeltje kan eten, uit een bekertje kan drinken en goed kan kauwen. Dat je dat allemaal goed kan. Maar qua keuze, wat je gaat geven, is dus best wel breed. Ja, nou dan heb je natuurlijk wel met anderhalf dat kinderen soms nog heel graag willen drinken. Hè? En daar echt duidelijk om vragen. Dat is weer iets anders om af te bouwen. Ook daarin kan je kijken van ja, wat wil je kind? En hoe graag wil hij drinken bij jou? Of eist hij om te mogen drinken bij jou? En dat kun je ook af gaan bouwen. Wat ik wel eens als tip geef is, koppel het aan een ruimte. Zo van nou, als we in de keuken of in de woonkamer zijn, dan krijg je gewoon eten, zoals wij ook eten. En als je 's avonds naar bed gebracht wordt in de slaapkamer, daar krijg je nog borstvoeding. Op die manier kun je het best wel makkelijker afbouwen. Dan is het voor je kindje ook duidelijk wat er verwacht wordt. En gaat hij ook niet meer in de woonkamer om moedermelk vragen. Want hij weet dat hij dat niet meer krijgt op dat moment. Alleen in de slaapkamer. Duurt natuurlijk even voor je zover bent, maar je kan dat gewoon oefenen met hem of haar. Ik weet niet of het een meisje of een meisje. Victoria, laat even weten of je zo voldoende antwoord hebt gehad en of je anders nog vragen hebt. Mm-hmm. Heb je nog? Ja, ik heb nog vragen. Ik heb hier een vraag van Ingrid. Zal ik neerzetten. Als je eenmalig laat kolven, is het altijd verstandig om dit in de ochtend na de eerste voeding te doen. Nou, het hoeft niet per se. Het is een makkelijke voeding, omdat je na de nacht
echt wel heel veel melk hebt. Hè? En vrouwen vaak vol zitten en het wel te veel is voor de baby bij een overproductie. Dus dan is het logischste om het op dat moment te doen. Het hoeft natuurlijk ook niet om 6 uur 's ochtends zelfs, als het soms echt 6 uur de eerste voeding is. Maar dan doe je het gewoon in de loop van de ochtend als je wakker bent. Dat is dan logisch. Wat je ook voor kan kiezen is dat je het juist in de avond doet. Bij de laatste voeding voordat je gaat slapen, dat je dan leeg golft, omdat je dan gewoon heel prettig de nacht in gaat met lege borsten, soepele borsten, waardoor je niet wakker gemaakt wordt van lekkages en dat soort dingen. Dus dat is ook een mogelijkheid om voor de avond te kiezen. Maar voor het ritme, vraag en aanbod, dus is de ochtend het allerlogischste. Ja? Heel goed, Ingrid. Ingrid heeft nog een vraag, zie ik. Die ga ik ook even bijpakken. Hebben jullie goed voorlichtingsmateriaal met betrekking tot verschillende kolven? Vaak vragen kraamvrouwen om advies. Ja, dat is wel een goeie. Ik heb dus kraamzorg bij ons, hè, dus die is meer met de voorlichting ook bezig. Nou, misschien moeten we daar een keer iets op ontwikkelen, Ingrid. Dat we echt een mooi voorbeeldschemaatje hebben van welke kolven zijn er allemaal. Want er komen steeds meer kolven bij en het wordt eigenlijk steeds onoverzichtelijker. Dus misschien is het wel goed om daar online of bij ons op de website iets over te maken waar je naar kan verwijzen. Dat is een goede tip. Die nemen we mee. Ja? Dan hebben we hier nog een vraag. En dat is Kim. Wat kan de oorzaak zijn als het kindje de tepel steeds loslaat? Oh ja, dat is een hele lastige vraag. Want er kunnen heel veel verschillende soorten oorzaken van zijn. Dus dit is zo'n vraag waarbij je eigenlijk gewoon contact met ons op moet nemen. Zodat we heel goed kunnen inzoomen van wat gebeurt er, waarom gebeurt het, op welk moment. En ja, anatomisch nakijken van wat is de oorzaak van het loslaten. Dus dat is veel te breed om daar nu op te kunnen antwoorden. Dus dat is jammer. Maar je kan ons bellen. Je mag ons ook straks bellen als jou dat uitkomt. En dan kunnen we het daarover hebben. En dan heb ik nog een vraag. Van Anna. Mijn zoontje is 3 weken oud. Het voeden linkerborst gaat goed. En aan de rest klinkt hij onrustiger. En is mijn tepel of pijnlijk. Deze, even kijken. Deze pijn is soms ook tussen voedingen door aanwezig. Ik heb het idee dat hij links en rechts hetzelfde aangelegd wordt. Heb je tips voor deze pijn? Ja, waarschijnlijk zit het in jouw borst. Of in jouw tepel. Want het babytje zal niet anders drinken aan de linker of de rechter borst. Of het moet zijn dat hij ook net met zijn kaken voor voorkeurshouding heeft. Bij een voorkeurshouding kan het ook nog wel eens invloed hebben. Als hij dat niet heeft, dan zit het waarschijnlijk toch in jouw tepel zelf, dat hij wat minder stretcht dan aan de linkerkant. Soms kunnen we met de houding wel wat oplossen om toch wat daarin te schuiven, om toch een nog grotere hap te laten maken aan de rechterkant. En tussenin kan je je tepel natuurlijk ook een beetje soepeler proberen te maken. Dus ook een beetje wat masseren tussen de vingers, om dan op die manier de tepel net wat wat meer uit te rekken, zodat het bindweefsel eromheen wat soepeler wordt. Dat is eigenlijk de beste tip die ik je kan geven. En verder goed warmte erop leggen. Goed warmte erop leggen, zodat het heel mooi doorbloed is. Ook dan is het makkelijker voor de tepel om te rekken tijdens de voeding zelf. En het moet eigenlijk wel overgaan. Want ook de rechte tepel moet eraan wennen om borstvoeding te geven. En het moet eigenlijk elke week minder worden. Is dat niet het geval, dan is het ook gratis om eventjes te bellen, zodat we echt goed mee kunnen kijken. En, want op afstand is het altijd lastiger met dit soort dingen om advies te geven. Het zal waarschijnlijk geen spruw of zo zijn, want dan zou het ook aan de linkerkant pijn doen. Dus wel iets om in de gaten te houden. Hè? Want, als het rechts pijnlijk is en het is toch een spruwinfectie, dan komt het ook wel aan de linkerkant, dus dan gaat hij ook pijn doen. Dus als dat het geval is, dan weet je dat je in die richting moet denken. En dan is het ook goed om met de huisarts contact op te nemen voor een behandeling daarvan. Hoe kun je spruwen voorkomen?
Ja, spriel is lastig te voorkomen, want het is gewoon iets wat in je lichaam zit. Dus je kan er niets aan doen als je dat krijgt. Het zit in ons darmstelsel en soms openbaart zich dat. Het vermenigvuldigt makkelijk op de melksuikers, dus daarom komt het vaak voor bij vrouwen die borstvoeding geven. Ben je heel gevoelig voor spriel, hè? Voor een schimmelinfectie, heb je dat voor de zwangerschap al met regelmaat gehad, dan is het wel eens goed om te kijken van, nou kan ik misschien een anti-candida dieet gaan volgen, hè? Dus met minder suikers, minder gisten, dat soort dingen, om toch van die spriel in je hele lichaam af te komen, want het kost je ook heel veel energie als je veelvuldig schimmelinfecties hebt. Dus dan is het goed om daar heel breed naar te gaan kijken. Heb je er eigenlijk nooit last van en krijg je het gewoon nu even na de zwangerschap, omdat je immuunsysteem even wat verminderd is en je dus die melkzuikers hebt? Nou, dat kan gewoon voorkomen. Dan ga je naar de huisarts en dan wacht je dus niet te lang af. Het is gewoon handig om meteen contact op te nemen en dan de behandeling in te starten. Met een antischimmelcrème krijg je dan een antischimmelgel voor het mondje van de baby. En dan raak je het weer kwijt. Dat is de bedoeling. Wat voor dieet zei je? Een anti-candida dieet is dat. Je vindt het wel als je ernaar googelt. Je kan het ook aan een diëtiste vragen. Zeker als je er veelvuldig last van hebt om dan contact met een diëtiste op te nemen. Ja, en de hoofdzaak is dus gisten vermijden en suikers vermijden. En er zitten nog meer dingetjes in als je heel specifiek naar gaat kijken. Maar dat is even de grootste dingen. Dus ook net als brood, hè, er zit best wel veel gisting in, kaas ook. En dat zou dan ook schimmelwerkend kunnen zijn. Ook de suikers, hè, de schimmel heeft suikers nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Dus als je dat veel eet, dan maak je het heel makkelijk voor de schimmel. Maar ook de nepsuikers, hè, dus de, weet je die ook alweer, die... niet de echte suikers, maar ja, aspartaan en zo. Nou, dat is echt raketvloeistof voor schimmels. Dus die zou je dan ook goed moeten vermijden. Ja. Mary heeft nog een vraag. Even kijken. Wat vertellen om de borstvoeding voorbereiden in zwangerschap en spuitjes bewaren in de vriezer? Ja. Nou, misschien dat mensen nu denken, waar heeft Merit over? Maar ook zij is kraamzone bij ons. En zij heeft het over het antenataal kolven. Dat is tijdens de zwangerschap, in de laatste weken van de zwangerschap, de laatste 3 ongeveer, dan kun je al beginnen met het verzamelen van moedermelk met je hand. Dus je gaat nooit kolven met een kolfapparaat in die periode, maar je kan wel met je hand masseren. En zo druppels op te vangen in een spuitje. En dan kan je dat spuitje bewaren in de vriezer. En op het moment dat de baby dan geboren wordt, dan kun je meteen die melk geven. Dus dan heb je altijd genoeg melk voor de baby. Nou, we raden er eigenlijk nog niet aan om dat bij iedereen te gaan doen. Het kan wel. Het kan geen kwaad om te doen tijdens elke zwangerschap. Maar het is ook niet nodig. Wat we wel doen is dat adviseren bij vrouwen die bijvoorbeeld diabetes hebben. Dan verwacht je na de bevalling dat een baby ook met suikers op en neer kan gaan. En meteen voeding nodig heeft. En dan is het natuurlijk heel erg fijn dat het allemaal moedermelk kan zijn van de eigen moeder. Dus dan wordt het wel aanbevolen om het te doen. Zodat je dat klaar hebt liggen voor de baby. Nou, zo kan het ook met geplande keizersnede zijn bijvoorbeeld. Hè, dat je goed aan je melkvoorraad wil werken. Er zijn wel meer situaties bedenkbaar om het te doen. Maar bijna altijd is het wel dat er iets bijzonders al in de zwangerschap is. Of dat je weet van misschien is er meer aandacht voor nodig. Nou, waarom kiezen we voor deze aanpak? Als het ook bij iedereen zou kunnen. Is omdat we het ook niet willen medicaliseren. En je moet dan natuurlijk ook wel wat werk doen en de spuitjes ophalen. Dus ja, wat niet nodig is, is ook niet nodig. Vandaar. Dus, maar er is steeds meer bekend over, want we zien toch wel hele mooie resultaten daarin. Ja, dan hebben we hier iemand. Ja, dat is geen vraag. Dus ik ga even door naar de volgende. Ons even onderling gaan. Ik heb hier nog een vraag staan van Amy.
Ik haak er later in, maar het is dus niet nodig om al een golf aan te schaffen voordat je baby geboren is. Ja, dat klopt. Ja, we hadden het dus over. Het mag wel, natuurlijk. Hè. Natuurlijk mag je dat doen. Maar het is geen noodzaak om een golf in huis te hebben. En het is dus ook nog handiger om eerst te kijken van hoe gaat het met mijn productie. Hoeveel productie heb ik? Hoe makkelijk komt dat uit mijn borst gestroomd? Hè? Dus hoe werkt het op prolactine en oxytocine? En als je dat weet, dan kun je eigenlijk gerichter een golf uitkiezen. Dus vandaag. Nou, volgens mij was dit de laatste vraag die ik hier had. Het zijn leuke vragen die jullie allemaal stellen. Dus fijn dat jullie allemaal meedoen. Had jij op Instagram nog vragen? Nee, alle vragen heb ik gesteld. Dus binnenkort misschien nog een online... Ja, we hebben altijd borstvoedingsinfo-avonden. Hè? Dat is leuk voor als je zwanger bent. Dan kan je daarvoor opgeven. Dat gaat via de GGD-website. En dan vind je daar hulp bij borstvoeding en cursussen over borstvoeding. We hebben ook nog een andere cursus die we opgestart zijn. Dat gaat over de eerste hapjes. Dus wat moet je nou doen met die eerste hapjes als je baby tussen de 4 en 6 maanden is? Hoe gaat dat in zijn werken? Waar moet je allemaal op letten? Dus dan zoomen we daar ook op in. Dus een nieuwe cursus die we aanbieden, gewoon omdat er wat geschoven is, hè, door de coronamaatregelen ook op het consultatiebureau. En we dachten, nou, dit kunnen we online ook wel heel erg mooi doen. Het is een hele uitgebreide cursus geworden. Dan nemen we eigenlijk het hele eerste jaar qua voeding door. Het eerste jaar, hoe dat gaat en wat je te wachten staat. Dus ook een heel leuk onderwerp en daarvoor meld je op dezelfde manier aan. Ga je ook naar de GGD en dan zie je ook bij de cursussen deze staan. Ze zijn gratis voor als je in Eindhoven en omgeving woont, in deze gemeente. Dus dan kan je daar ook aan opgeven. Als je buiten de gemeente woont, dan kun je ook opgeven, maar dan zit er wel een vergoeding aan vast. Maar dat zie je vanzelf op de site. Dus heel erg leuk als je daar ook aan mee wil doen. Want wat we merken is dat je op internet en googlend heel veel dingen kan vinden. Maar soms ook echt verloren kan raken. Van ja, hoe moet je het nou echt doen? En welke adviezen zijn nou goed om op te volgen en welke niet? En het is ook zo'n grijs gebied, hè. Borstvoeding geven en voeding. Heel veel dingen zijn ook goed. Sommige dingen zijn slecht om te doen, sommige zijn supergoed om te doen, maar heel veel zit daar tussenin. En hoe kies je dan zelf je eigen weg in? Dat is ook gewoon heel erg lastig. Dus daarom bieden we daar zoveel mogelijk informatie over aan. Ja. Nou, ik ben benieuwd van wat ze van deze live Q&A vonden. Laat heel even weten in een berichtje of met een duimpje of zo van, hey, dit vind ik leuk, dat mogen jullie vaker doen. 1 keer in de week, of 1 keer in de maand, of 1 keer per jaar. Of zeg je van, nou, alsjeblieft, niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dit vonden. Yes. En ik heb hier nog een vraag voor Anne. Die zal ik dan ondertussen doen. Als een baby overdag vast slaapt, na hoeveel tijd maak je hem wakker voor voeding als hij zichzelf niet meldt? Ja, dat is een hele goede vraag, hè? Waar ook heel veel mensen wel mee zitten. En dat ligt er ook een beetje aan van, nou, hoe vaak slaapt hij? Want stel, hij is de hele ochtend wakker geweest en valt dan in de middag eindelijk in slaap. En dan wil je hem eigenlijk ook niet wakker maken, want dan gun je hem zijn slaap ook wel heel erg goed. Nou, dat mag ook, want zeker als hij in verhouding in de ochtend al best wel veel gedronken heeft, dan kan je ook echt wel even een paar uur slapen zonder voeding. Dus dan mag je dat rustig afwachten. Maar dan raden we wel aan om na 4 uur slaap, om de baby dan wakker te gaan maken. Want als je hem 5 of 6 uur overdag laat slapen, dan krijg je waarschijnlijk een hele onrustige nacht. En dan gaat hij dan gewoon vaak de voeding vragen. Dus dat wil je niet voor zo'n dag- en nachtritme. Hou je 4 uur maximaal slaap aan overdag. Het is natuurlijk een ander verhaal als de baby heel veel slaapt. Hè? Dus als de baby alleen maar slaapt tussen de voeding in, dan ga je niet 4 uur afwachten. Want dan kom je niet aan genoeg voeding op een dag. Hij heeft toch wel een baby, ja, baby volgens mij 3 weken. Hè? Dan zit het toch wel rond de 8 voedingen die je wil halen. En als hij elke keer 4 uur slaapt, dan lukt dat dus niet. En dan krijgt hij bij 24 uur te weinig voeding binnen. En dan is het dus goed om de 3 uur als maximum aan te houden. Dus dan ga je hem na 3 uur wel weer wakker maken. En het beste moment is eigenlijk als hij wat onrustig ligt te slapen. Dus hij ligt te slapen, maar hij heeft van die rapid eye movements. Dus de ogen die bewegen onder zijn oogleden. Handjes gaan een beetje open en dicht.
dan is eigenlijk het beste moment om op dat moment je baby wakker te maken. Dan zit hij in een lichte slaap. En als dat na 2,5 uur het geval is en je ziet dat, dan ga je hem op dat moment dus wakker maken voor de voeding, zodat hij die kan drinken. En als je dat goed gedaan heeft dan, en hij valt meteen weer in slaap, ja, dan mag dat. En dan mag je weer hetzelfde af. En dan ga je weer naar tussen 2 en 3 uur inkijken van wanneer heeft hij die movements en wanneer kan ik hem makkelijk weer wekken. Dus het ligt er een beetje aan de leeftijd van de baby. En sowieso zijn dag- en slaapritme, hoeveel tijd je aanhoudt. Ja, is er nog een vraag? Dankjewel. Nou, heel graag gedaan, Ingrid. Fijn dat je zo reageert. Leuk. En kunnen we deze sessies ook terugkijken, vraagt Ingrid. Ja, ik heb hem ook op Instagram TV. Daar kun je hem terugkijken. Als je hem nog wil. Ja, deze blijft gewoon ook op de Facebookpagina blijft beschikbaar. Dus je kan altijd terugkijken. Dus op Facebook en op Instagram TV. Daar kan je hem dus terugkijken. Dus dat is handig. Ja, soms gaat het heel snel en dan denk je, hoe zat het ook alweer? Nou, kun je het dus gewoon even opzoeken. Mm-hmm. Nou, mooi. Wat waren hier de vragen? Dan gaan we het afsluiten. Superleuk dat jullie allemaal gekeken hebben. En nou, ik denk dat we binnenkort weer een keer een aankondiging doen. Dan komt gewoon op de Facebookpagina te staan wanneer het weer is. Dus hou dat in de gaten. Tot de volgende keer.